Geef je maar eens heel dik applaus, dames en heren. Louis en Dima. Op de eerste echt warme lentedag werd zondag de halve marathon van Leeuwarden gehouden. De organisatie van Loop Leeuwarden had rekening gehouden met de hoge temperaturen en zorgde voor extra waterpunten voor de deelnemers. De halve marathon werd gewonnen door de Keniaan Louis Ndima. Bij de vrouwen was zijn landgenote Marta Akeno de snelste. Naast de halve marathon konden de deelnemers kiezen uit een parcours van 5 of 10 kilometer. Daarnaast was er voor de allerjongsten een kidsrun over 1 of 2,5 kilometer. Fanatieke wandelaars konden dit jaar de trein Leeuwarden-Hallingen nemen en van daaruit of vanaf de tussenliggende stations teruglopen naar de hoofdstad. De wandelroute ging dit jaar over een splinternieuw stukje Leeuwarden. Speciaal voor Loop Leeuwarden was de in aanbouw zijnde westelijke invalsweg namelijk aangewezen als voetgangersgebied.